De titel van mijn column is Afbladderen. Dat was afgelopen vrijdag wel even schrikken bij het openslaan van de krant. Een onheilspellend bericht over de Wezenhof. Het water staat er tot aan de lippen en er is sprake van een sterk afbladderend imago. Dat is allemaal de schuld van de gemeente. Aldus het bewonersplatform. Er was nog geen gironummer te zien waarop geld gestort kan worden om de Wezenhof er weer bovenop te helpen, maar dat kan niet lang meer op zich laten wachten. Wat een rampspoed. Ik heb eerst maar eens op de site van de gemeente de cijfers van Wezenhof in de wijkmonitor bestudeerd. Dat leek me wel een betrouwbare bron. Niks onheilspellends te vinden. Het staat er klip en klaar. Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners, behoort Wezenhof tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment. Over afbladderen geen woord. Het bewonersplatform ziet dat anders. De gemeente moet het initiatief nemen om de plannen van Ton Hendricks voor vernieuwing van het winkelcentrum desnoods zelf te realiseren. Want anders staan potentiële nieuwkomers kritisch tegenover de aanschaf van een woning in de Wezenhof. Aldus de wijkbewoners. Aha, daar wringt de schoen. Dat betekent dalende huizenprijzen. En dat zijn ze niet gewend in de Wezenhof. Dus komt het bewonersplatform met de fantastische uitsmijter. Niet Ton Hendricks bepaalt wat er komt, dat moet de gemeente doen. Graag wil ik het bewonersplatform Wezenhof erop wijzen dat er sprake is van selectieve verontwaardiging. Het was niet Ton Hendricks, maar de gemeente die bepaalde dat er 8 scheve huizenhuizen moeten komen bij de Wezenhof. En de gemeente wil die woningen zelf realiseren. Helaas heeft die gemeentelijke daadkracht tot op de dag van vandaag tot niks geleid. Dankzij de bewoners van de Wezenhof die niet gediend waren van deze gemeentelijke daadkracht. Daarom geef ik hier een paar tips om het afbladderende imago van de Wezenhof een enorme boost te geven. Schrijf als bewonersplatform een brief aan college en raad dat alle bezwaren tegen de komst van 8 scheve huizen met ogenblikkelijke ingang worden ingetrokken. Betuig openlijk spijt dat het proces al bijna 10 jaar met oneigenlijke argumenten wordt getraineerd. En heet 8 personen die dringend een plek nodig hebben om te werken aan een nieuwe toekomst, welkom in de buurt. Ook al is het op een wat afgelegen weiland buiten de buurt. En neem als bewonersplatform een voorbeeld aan de wethouders van Wijchen, Beuningen en Druten. Die gaan met elkaar grensoverschrijdend overleggen over de plaatsing van windmolens. Laat zien dat de Wezenhof voorop loopt bij dit grensoverschrijdend denken. Dus geen procedures meer om windmolens langs de A73 op het grondgebied van de gemeente Heumen te beschouwen als ultiem onrecht voor de wijk en als oorzaak van sterk dalende waardevermindering van de woningen. Want dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Moet je eens kijken hoe het afbladderend imago kantelt. Wezenhof wordt zo een voorbeeld van tolerantie, verdraagzaamheid en duurzaamheid. Daar heb je Ton Hendricks inderdaad niet voor nodig.